Breda Nu. Je weet het meteen. Carnaval 2018 staat weer voor de deur. Maar hoe kom jij aan je carnavalcenten? Ja, werken. Huh? Waar werk je? Ik werk in de horeca. Dus flink wat fooitjes verdienen? Nou, fooi krijgen wij niet zoveel helaas. Via mijn ouders krijg ik het en gewoon zelf werken. Je wordt veel gesponsord? Ja, ook wel een beetje, ja. Ik werk hier bij de Korenmaat en daar probeer ik al mijn geld bij elkaar te trekken. Dus eigenlijk heb je geen ander leven meer dan werken? Op dit moment niet, nee. Je doet niet aan je hele inboedel verkopen? Nee. Dit is genoeg. Ja, dus werken, studiefinanciering, ouders. Ook een beetje sponsoring dus? Oh, dit is een beetje sponsoring, ja. Ik doe websites programmeren, vind ik af en toe geld mee. En, werken. Oké. Geef je dan heel veel uit met carnaval? Valt mee, meestal de eerste 2 dagen wel. En dan minder daarna. Ik werk gewoon, dus ik hoef er niet speciaal voor te sparen of zo, als dat de vraag is. Werken, bij de appie. Oké. Krijg je alleen maar geld voor van het werk of ook van vrienden of van familie? Nee, niet voor carnaval in ieder geval. En je gaat alle dagen? Ja, nee, vieren. Moet ook nog dag uitkateren. Als het lukt wel, als ik vrij kan krijgen, dan gaan we carnavallen. Meestal het weekend plus de maandag. Bepaalde dagen, ik ga nooit de hele week. Ja, meestal 1 dag ongeveer en dan gewoon met familie. Nee, alle dagen. Breda Nu. Je weet het meteen.